Wie de beste surprise maakt, die wint. Wij gaan de strijd tegen elkaar aan en proberen allebei de beste surprise te maken in deze Sinterklaas Surprise Challenge. Wie gaat het winnen? Team Rick? Waar gaan we dozen halen eigenlijk? Als we deze nou op de helft doen? Of Team Maris? Ze houden natuurlijk beneden alle goede spullen voor zichzelf. Ga stiekem kijken. Ja, hij wordt leuk, maar hij staat wel echt heel scheef. Tadaa! Oh! Dat zie je in deze video. Oh my god! En wij zijn de beste teams, hè, pap? Ja. Wij gaan winnen. Maar voordat we deze video gaan beginnen, normaal gesproken hadden we altijd maar 2 microfoontjes waardoor we ons konden horen. En dat is altijd heel lastig met z'n allen opnemen. We hebben er nu 4. Dus als het goed is horen jullie ons nu allemaal. Hallo. Hallo. Dankjewel Sarah Monnik voor het opsturen van deze 4 microfoontjes. Daar zijn we heel blij mee. Oké, maar wij gaan een Sinterklaas Surprise Challenge doen. Ja. We gaan in 2 teams. En we hebben de teams al bedacht, hè? Team Rick, Team Maris. Wie wilde bij mij? Team Miele de Baas. Oh, we hebben Team Miele de Baas en Team Creatic. Oké. Sorry, ik zal de namen aanpassen. Ja, we gaan zo meteen de surprise maken. En degene die de mooiste surprise maakt. Wint. Ja, maar wat winnen we dan? Een reis naar Disneyland. Ja. Dus je moet extra goed je best doen. Gaan we dat winnen of niet? Ja, sowieso. Nee, ik denk het niet. We mogen niet bij elkaar kijken in de tussentijd. Want anders dan jatten we elkaars idee, dat mag niet. Dus het leek mij een goed idee als wij hierboven gaan werken. En dat jullie dan beneden aan de slag gaan. Maar niet stiekem spieken dan, hè? Nee, we gaan eerst het karton aan. Oké. Ja, nou. Ja. Doei, Succes! Okay. We gaan naar Disneyland, Emily. We gaan naar Disneyland. Nee, wij gaan naar Disneyland. Oké, nou, succes! Doei! We kunnen nu vertellen, want ze zijn naar beneden. Emily, wat gaan we maken? We willen een patatkraam gaan maken. Ja, we wilden eigenlijk een ijskraam maken. Ja. Maar we hebben hem omgedoopt tot snackbarkraam. Ja. Dus we zullen even laten zien hoe dat gaat worden. Tenminste, wat het idee is, of het zo gaat worden, weet ik niet. Ik denk dat het zoiets moet worden. Ja, zoiets is inderdaad wat we hebben bedacht. Of misschien hier een snackkraam. Ja, en dan dus nu patatjes of zo hier dan op. En iets van milkshake of ketchup, weet ik veel wat. Ja. En dan wordt dit menubord. Dat wordt het gedicht. En nou zei Emily net, dan is het wel vet leuk als je er ook echt achter kan staan. Maar dan wordt die echt groot. Ja, ik weet niet of we daar genoeg karton voor hebben. Niet zo staan, maar dat je dan... Ja, oké. Oké, ik heb al ondertussen een schetsje gemaakt. Kijk, super handig. Dit wordt zeg maar het idee. Het wordt zo'n tafeltje. Dit is een boekje met zo'n potloodje. En hier, dit kan je open maken, weet je wel. En dan zitten daar in de knootjes. Als je die dan open doet, dan staat daar het gedichtje. Ik heb voor dat boekje heb ik nog wel een oude journal ergens liggen. Dus die kunnen we dan wel gebruiken. Hoeven we dat niet te maken. We lopen nu buiten en we gaan dozen ophalen. Waar gaan we dozen halen eigenlijk? Voor onze auto, dat pakken wij dus niet. Nee, niet in de prak. Bij de garage dan. Ja, oké. Want onze auto is nog steeds stuk. Ja. En we hebben dus wel dozen, maar... Die zitten nog in de auto. Ja. Dus die gaan we halen. Nou, terwijl zij dan karton gaan halen. Gaan wij even naar de winkel, want om wat papier hebben... te halen, want dat zijn we vergeten. Ja, dat hebben we nog nodig, gekleurd papier. En we gaan op de scooter. Nou, uit het een beetje koude opstartprobleem. Oké, let's go! Ja, daar is hij hoor. En kijk wat er nog achterin zit. Een heleboel troef. Dat is wel een mooie doos. Kijk, goed bezig. We hebben gewone. En met patroontjes. En met patroontjes. Ja, allemaal verschillende. Nou, dit is goed, toch? Ja, ik denk het wel. Hier kunnen we wel. Is het genoeg? Ja, sowieso. Oké. Okay. Nee! Mag natuurlijk niet zien wat wij gaan maken. Nee, maar het is niet. Nu ja, kan je binnenkomen. Want... karton, hoor. Jawel. We hebben voor jullie ook papier. Dus dat heb je helemaal gehaald. Nou, hier is het. Dank je. Dat moet wel lukken, toch? Ja. Lijfstoel. Mes. En ik ben nog even snel naar beneden gerend. En ze houden natuurlijk beneden alle goede spullen voor zichzelf. Ik vond namelijk nog deze 2. Kijk hoe stevig die zijn. Dan kunnen we daar vast wel dat dakje op vastmaken. Oké, we hebben deze doos. En we gaan dit helemaal zo vastmaken. Ja, dit moet even vast. En dan gaan we hier zo'n ding uitsnijden. Zodat je dit omhoog kan doen en dan zit er daar een knoopje. Doen we hem zo dan? Ja, en dan gaat hij zo. En deze zo eroverheen. Wel echt een mooie tafel. Ja, ik vind het ook erg mooi. En dan die zo dicht. Ja, wij zitten even ons logisch denkbrein te gebruiken hier, hè. Want om dit te bouwen, hebben we eigenlijk gewoon een hele grote doos nodig. Maar we hebben alleen een schoenendoos. Ja, dat is niet zo heel groot. Want eigenlijk de hele grote doos hebben we wel, maar die gebruiken papa en Mila. Wat gaan we maar heel even kijken of we nog een doos hebben. Ik ga even pakken. Ik ga alles jatten beneden bij team Mila de baas. We gaan jatten. We gaan stiekem kijken.
We hebben hier echt een super grote. Dit is echt perfect. Dit is eigenlijk echt perfect. Hey, wat gebeurt er? Even een vraagje. Nee, niks. Weg. Wij kijken niks. Nee, oh. Wij kijken niks. Maar wij hebben eigenlijk die doos nodig. Gebruiken jullie die? Nee, nu nog niet. Yes, oké. Okay. Mogen we die hebben? Mogen we deze hebben? Dankjewel, doei. Kom, neem maar mee. Hey, wacht, die zit nog Ja, die nemen we ook mee. Kom. Gelukt. Ik moet niet stiekem doorheen kijken. Dit wordt de car. Kijk, dus ik heb wel zo niet stiekem doorheen kijken. Het enige is, de doos is hier een beetje vermorseld. Wat we gaan doen, we gaan hier gewoon een klein luikje maken zo, waar ze hem open kan doen. Dan doen we dit is dan gewoon de achterkant. En dan maken we dit gewoon helemaal dicht, want hier komen toch die palen op. Ja, we hebben nog niet nagedacht over ons kleurenschema. Waar is het papier? Oh, daar. Maken we een lila snackraam. Donkerroze met lichtroze. Ja. Oké, okay. Doen we dat. Oké, okay, kleuren. Oké, okay. De doos is nu af? Ja. Nou ja. Het is inmiddels geen doos meer. Tafel dan. Een tafelblad geworden. En nu moeten we dit hier zo eruit snijden. Ja. Zal ik het eerst even schetsen? Kijk, daar moet ik echt kijken. Hier, laat me hier erin. Laat me daar erin. Ze gaat even kijken of er ook cadeautjes in zitten. Sabi. Nou, dit wordt een hele interessante surprise dit. Sabi, daar moeten de cadeautjes in. Nou ben jij ook wel een cadeautje, maar... Oké, okay, hij zit dus nu zo. Dan kan je hier je hand in doen. Hey, makkelijk voor het cadeautje. Maar nu moet hij nog omhoog kunnen blijven staan eigenlijk. Ja, hè? Dus hier moet dan iets naar boven komen of zo. Dan heb je dat boekje zo. Erop en dan kan je zo in het, kan je het gedicht lezen. Papa moest toch nog een randje doen. Dus we hebben dit touw. Het lijkt een beetje op dropveter. Dat gaan we gebruiken als een soort randje om... Nu heb je een dropveter. Oh. Weet je wel, hè? Wat heb je in je mond dan? Drop. En wat heb ik? Niks. Oké, okay, nou hij is nu helemaal beplakt. We hadden wel heel veel ruzie, hè? Want dat lijmpistool werd niet heel erg heet. Oh, ik haat het lijmpistool echt. Ja, en daardoor, kijk, zie je het hier wel heel erg. Hij gaat dus heel moeten erg we heel los. Snel moesten we dit vastplakken, want anders was de lijm alweer koud. Het doet wel goed, hè, deze? Ja. Maar is het echt zo heet? Ja. Maar goed, hij zit nu een soort van vast. We gaan nog alleen een randje eronder maken. Wat ziet er wel leuk uit. Ga jij die strook voor eronder maken? Dat ga ik doen. Oké. Okay. Oh, en we hebben Sabi handicap. Sabi heeft net allemaal gaten zitten bijten in ons kraampje. Dat is natuurlijk totaal niet de bedoeling. Dus we hebben Sabi maar even naar de gang gestuurd. Ja. Groot een stuk. Kijk, ze krijgt Sabi als cadeau. Ik vind het misschien toch leuk als het een ijskraam wordt. Wel een ijskraam? Ja. Oké, okay. Zal ik dan in witte letters ijskraam voor op de voorkant schrijven? Ja. Je bent zo lekker bezig. Ga ik dat wel doen? Goed idee. Zo wordt dat dan. Dat was de eerste. Zo tof. Ja, is dat wel leuk? Geweldig. Oh, zo goed. Crea. We moeten iets hebben voor de poten. Als we deze nou in de helft doen. Ja. Dus dit zijn dan de poten. Die worden wel zwart, denk ik. Zullen we die zwart maken? En dan dit wordt wit. Ik vind hem helemaal leuk. Ja, hoop ik dat het stevig genoeg is. Maar dan komen deze hier. Misschien iets minder hoog. Mm. En dan komt daar het dak op. Oké, okay, nou, we hebben de palen gemaakt, de doos is gemaakt. We gaan nu, van deze niet gesponsorde doos, gaan we het dak maken. Nou, dit is de buis van de lamp. Dit moet ik even vastlijmen. Ik denk zo. Kijk, dit is de lampkop. Die gaan we dan zo vastmaken. Nou, vind ik wel leuk. Ik vind de kleur ook mooi. Kun je het goed laten zien? Ja, ik kan het niet het best laten zien, ja. Maar dit wordt goed. Tada! Nou, heel erg leuk. Ja, er moet nog natuurlijk papier op. Maar dat mag jij zo meteen doen. Ja hoor. En dan komt die zo. niet zo wiebelen. Hij zit nog niet vast. Kijk, dit is het idee. Maar nu moeten we natuurlijk hopen dat hij goed vast blijft zitten. Want hij rust alleen hierop, hè. Dus dat wordt wel een beetje gammel. Ik kan hem ook niet loslaten. Oh jee, hoe gaan we dit doen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit steviger is? Weet ik niet. Laat even je big brain werken. Big brain, Emily. Tijd. Zodat je een paal van die naar die doet. Dat wil je nog iets tussen doen? Ja. Nou, zo goed. Hé, kijk, dit zijn altijd de momenten hier waar Rick voor nodig. Voor Rick zijn big brain. Maar deze is vooral heel erg, hè? Hier loopt de doos natuurlijk ook net een beetje bol. What? Ja, hij blijft gewoon staan. Ja, en dan komt hier dat. Ja. Een soort dingetje. Nou,
Helemaal top. Oh, we hebben zoiets leuks bedacht. Dit worden zometeen de bakken waar je het ijs in kan scheppen. Dit gaan we nu beplakken hiermee. En daar komen dan de ijshoorntjes zometeen in te staan. Die Emily daar inmiddels bijna klaar heeft. We hebben nu gewoon daar dat ijsjesdingetje tegenaan gezet. Dus als je denkt, waarom staat die daar zo raar? Die moet zo raar, want dit is de support. Dus anders dan is dat... Dat steekt wel heel gammel hoor, Emily. We hebben hier ook echt een vette troep. Zou het bij papa en bij Mila ook zo'n troep zijn? Of zouden die heel netjes en georganiseerd hebben gewerkt? Ik vond deze surprise echt te gek. Oké, we gaan beginnen met een boekje. Ik haal dit garbage even weg. Nee, dit is niet garbage. En dan kom je zo. Nou, ik ga even lekker aan mijn pilootje. Ja, hij wordt leuk, maar hij staat wel echt heel scheef. Oké, nou, we hebben het gewoon zo gefixt. We hebben gewoon aan de zijkant een hele lange geplakt. Nu zit hij best wel stevig. Dat was het gewoon. Hij moet gewoon daar aan die onderkant ook vast. Dus nu gaat het goed. Big brain. Ja, big brain. Maar dan moet hij wel even weer met roze beplakt worden. Dan doen we die ook. En dan gaan we hier nu leuk de dak versieren. Ja, ja, oh, met zo'n lief bolletje. Ja. En dan wordt de volgende rij welke kleur? Roze. Lichtroze. Maar we moeten deze natuurlijk wel nog even een ander kleurtje geven. Dit wordt denk ik wit. En dan de poten zwart. Hij wordt echt heel erg leuk, hè? Oké, nu de andere kant nog. Hallo! Hi. Mag ik van jou een ijsje met vanille met spikkels, alstublieft? Dankjewel! En hier komt dan zo meteen het gedicht in. Het is zo leuk. Welke smaken hebben we? Wat zei je nou? Blueberry? Ja. Blueberry. Maar volgens mij schrijf je niet zo blueberry. Maar ja. Maakt niet uit. Dyslexic to be like. En dit wordt vanille. Vanille. Zal ik die ook maken? En die andere wordt bubblegum. Bubblegum. Oké, dit is een nieuwe kleur. Het is nog een beetje kaal, want er zijn geen spulletjes op. Maar de poten zijn zwart en het tafeltje is wit. En dit is met dat dingetje erin. En die komt dan hier zo. Kijk, we maken nog een menukaart. Yeah! High five, Emily. Hebben we goed gedaan. Ja. Oké, we gaan eerst al die van ons laten zien. Zijn jullie er klaar voor? Ja, heel benieuwd. Wij zijn heel tevreden, hè? We willen hem heel graag laten zien. Voordat we gaan, hij is wel een beetje groot. Ja. Zoals je al kan zien. Misschien een beetje overdreven. Deze is echt heel leuk. Je kan een ijsje komen bestellen. Kijk, we hebben blueberry. Oké. We hebben vanille of bubblegum. Dus je kan kiezen welke smaak je wil. Oh, ik dacht al, je moest echt deze doen. Ja? Welke smaak wil je? Kies maar. Doe maar. Kijk, je kan hier zien wat je kan bestellen. Doe maar twee bolletjes met vanille. Twee bolletjes vanille. Nee, we hebben maar één bolletje. Is dat ook goed? Oh, vind ik ook goed. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, ja. Oké, nu onze. Leuk, hè? Hey, Lucy, is die leuk? Ja. Welk cijfer geven jullie hem? Een 1000 out of 10. Ik wil die van ons niet eens meer Nee, ik ook niet. Eigenlijk. Nou, kom op met die van jullie. Oh. De volgende onthulling. We hebben gewonnen. Kan dit eventjes van de tafel af? Want wij hebben ook best wel wat ruimte nodig. Oh, hebben jullie ook zo'n grote gemaakt? Mogen kijken. 3, 2, 1. Waar staat het? Oh, dat boekje. Die lamp. Die lamp heb ik gemaakt. Oh, dit zit hij al vast? Cool. Ja, nee, niet echt. Beetje. Nee, want hier moet je nog wat in schrijven. Dit lijkt op mijn tekentafel. Yo. Kijk nou. Hij kan Kijk bijstaan. Nou. En deze kun je ook een klein beetje buigen. Nee, maar kom dan. Dit is echt heel cool. Nou, hij zit niet goed vast. Dat is echt heel leuk gemaakt, maar hij is niet zo leuk als die van ons. Nou, we gaan naar Disneyland gaan. Nee, ik denk het ook niet. Ik vind ook dat wij hebben gewonnen. Yay! We gaan naar Disneyland, Emily! We hebben 4 kaartjes. Wij hebben nu gewonnen, maar we hebben 4 kaartjes Disneyland gewonnen. Dus we nemen. Dus er mogen 2 mensen mee. We nemen jullie met ons mee. Nee, ik vind jullie ook heel mooi. Ik ben heel benieuwd welke jullie het allermooiste vinden. Laat maar even weten in de comments. Nou, ik weet het wel hoor. Nou, Sinterklaas afgelopen, dus even kerst. Mila, wat ga je doen? Oh, je hebt al meteen je kerstwand zien achter. Wat een goed idee. Dat ga ik ook doen. Ja. Oké, nou, tot volgende week allemaal. Klaar met Sinterklaas. Doei. Doei. Vader. Ik heb ook een mantel. Ja, ik wil ook mijn mantel aan. Oh, ze zijn wel echt heel leuk geworden, hè, die surprises.